voornemens zijn gemaakt, de drie koningen zijn het land uit, dus dat betekent traditiegetrouw dat het tijd is voor het autosalon op de Heizel. Dit jaar voor het eerst zonder echte slogan, maar wel nog steeds met een hoop auto's. Waaronder deze magnifieke Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Een beest van een auto en meteen ook een handig bruggetje naar een paleis dat vol staat met dergelijke schoonheden. En dat is in deze paleis 1. Hier staan namelijk de posterboys, zoals de Alpine A110, nu al een van de revelaties van 2018. 1100 kilo droog aan de haak zou die Franse coupé uit de Porsche Cayman bijzonder moeilijk moeten maken. De Aston Martin Vantage die vecht dan weer in een heel andere categorie, al is hij daarom niet minder belangrijk. Meer nog dan de DB11 moet de Vantage Aston Martin terug het elan van weleer bezorgen. Ja, met zijn bij AMG geleende V8 van 510 pk zou dat normaal gesproken wel moeten lukken. Nu over pk's gesproken, onder het motto There is no such thing as too much power rijdt Bugatti zijn Chiron hier in Brussel op het podium. 1500 pk en 1600 Nm haalt hij uit zijn W16. Ja, daarmee degradeert hij de rest van de exoten simpelweg tot mistaxen. Uiteraard is op het salon ook de nodige aandacht voor de meerwaardezoekers. Met de Portofino, de opvolger van de California, trakteert Ferrari de zonnekloppers op leuke vooruitzichten. Terwijl Rolls-Royce met zijn nagelnieuwe Phantom welbehagend dan weer naar een nieuwe dimensie probeert te stuwen. Tot slot is er ook nog Bentley dat in Paleis 12 uitpakt met zijn nieuwe Continental GT. Wie het salon bezoekt voor zijn première, ja, die moet absoluut stoppen hier bij BMW. De Duitsers brengen namelijk niet alleen hun i8 roadster mee, ook de 2 Active Tourer, ja, de facelift daarvan, die gaat hier in Europese première. Dan is er nog de X2, die wordt hier op 15 januari onthuld, zowel hier als in Detroit. En, alsof het nog niet genoeg is, heeft ook Mini een primeur met de gefacelifte 3 deurs, 5 deurs en cabrio. Audi moet nauwelijks onderdoen. Er is het heden met de RS4 en zijn drukgevoerde V6 met 450 pk, net zoals er ook moet zijn voor de nieuwe A8 en de al even frisse A7 Sportback. En er is de toekomst met de Q8 Sportconcept die toont hoe de coupé-versie van de Q7, of simpelweg Q8, want zo zal hij gaan heten, er binnenkort uit zal gaan zien. Er staat zelfs een heuse wereldpremière hier op de 96e editie van het Autosalon en dat is meer bepaald deze Citroën C4 Cactus. Een crossover waar we echt wel naar uitkijken, omdat hij als eerste Citroën die nieuwe hydropneumatische achtige ophanging krijgt. Dat krijgt de DS7 Crossback dan weer niet, al is die SUV minstens even belangrijk, omdat hij een hele nieuwe wind moet laten waaien door het luxe merk van de PSA-groep. Spelend in een andere categorie, maar zeker even interessant, is de nagelnieuwe Dacia Duster. Mechanisch zou die een heel stuk beter moeten zijn, het comfortpeil zou een heel stuk hoger moeten liggen, maar dat allemaal wel aan dezelfde scherpe prijs. SUV's, SUV's en nog eens SUV's. Je kan er hier op het salon niet naast kijken. En dat is ook logisch als je weet dat 25% van de kooplustigen hier op zoek zullen zijn naar zo'n crossover. Ja, en als je dan Hyundai bent, dan kan je natuurlijk niet achterblijven. Dus komen de Koreanen met de Kona. En dat is een waardig alternatief voor de Captur & Co. De Kona is trouwens een goed gezelschap, want zowel de Volkswagen T-Roc als de Seat Arona zijn uit op dat cliënteel. Je zou dat in mindere mate ook kunnen zeggen van de XV. De Subaru oogt wat minder SUV, maar hij kan wel als een van de weinigen zijn avontuurlijke looks omzetten in daden en dat dankzij zijn vierwielaandrijving. Dat geldt trouwens ook voor die andere Subaru, de gefacelifte Outback. Nog nieuw zijn de bij ons in Gent gebouwde Volvo XC40 en de Toyota Land Cruiser. Bij Jaguar staan er twee grote sterren op de stand, meer bepaald de I-Pace en de I-Pace. Het verschil tussen beiden? Wel, de I-Pace is vol elektrisch en in tegenstelling tot de I-Pace kan je hem nog niet kopen. Nu we het toch over milieuvriendelijke alternatieven hebben, bij Lexus maakt de nieuwe LS zijn entree. Nog altijd ultra-luxueus, nog altijd als hybride en, met een vanafprijs van 95.000 euro, nog altijd voor de betere goeden. Groener en betaalbaarder is de Nissan Leaf, die met zijn batterij van 40 kWh nu met één laadbeurt 250 km ver zou moeten raken. De Sanyo Rexton doet een heel stuk beter, maar zijn diesel stoot tijdens die kilometers wel heel wat meer CO2 uit. Eindigen doen we opnieuw in schoonheid, enerzijds met de Renault Megane RS, die het hot hatch segment wel eens stevig door elkaar zou kunnen schudden, en anderzijds met Mercedes' eigenste Temptation Island, de CLS. Ziezo in een notendop wat je dient te onthouden van dit salon. Kom zeker ook eens langs hier bij de motoren in Paleis 8 en 9 of bezoek de stand van onze magazines in de Astridhal. Tot slot geef ik graag nog even mee dat je alle saloncondities en een hoop merkinformatie terug kan vinden op onze sites. En dat was het wat ons betreft. Nu is het aan jullie. Geniet van jullie bezoek.